gescheiden van de Amsterdamse haven. Nu wonen mensen vlak aan de IJ-oevers en gebruiken zij het water graag om te zwemmen of op te varen. Maar het IJ is ook nog steeds een belangrijke snelweg voor de haven. Het werkterrein voor de beroepsvaart. Van wie is het water? De bewoners of de haven? Toen ik 35 jaar geleden in Amsterdam kwam wonen, is een van de eerste dingen een broodje kopen. Na een jaar verging ik op het einde een broodje. Met mijn studiespullen in mijn hand stond ik naar de kant, maar toch gelijk een nieuw. Dat is een broodje om in Amsterdam te gaan. Vooral voor mensen die geen tuin of van voren hebben, is het een broodje in de optimum. Vind ik het vrijheid. Naast de bossen en de parken zit ik nog niet op de weg. Seulement 1800 portraits. Ah oui, tout bateau box. Ah non, c'est plutôt ça. La salle à gauche.
daar staat het. En ik denk dat een Je ne comprends pas pourquoi. Bien, je vais te faire. Je vais te faire.